Laag hangende wolken, een schraal zonnetje. We trekken er toch op uit. Ik bedenk me nu, gaan we de microfoontjes meenemen? Ja, kunnen we doen, hè? Ja, oké. Nou, dan gaan we dat doen. We gaan. Ja. Recht tegenover de receptie van deze camping, daar woont trouwens het personeel en die lage bruine ook is. Maar kijk, recht tegenover de receptie een zwembad. En dan heb je vanuit het zwembad heb je deze bergen, dit uitzicht. Wauw. En dit is denk ik een hotel. Dus die blaasdingen die je daar hoort, denk ik. Dat is natuurlijk wat minder aangenaam als je hier bij het zwembad zit. Maar voor de rest, kijk, het zonnetje schijnt. Geweldig, nu. Nou, de zon schijnt, jullie hebben het gezien. En we hebben besloten toch een wandelingetje te gaan doen. We gaan beginnen met een wat korter wandelingetje. We gaan eens even kijken of we een kaartje kunnen scoren bij de receptie. Maar we hebben een kleine komootwandeling gevonden, die zijn we van plan te gaan doen. Hopelijk lukt dat. Want Brigitte moet navigeren. Nou, zoals gezegd, een wat kleinere wandeling gaan wij doen. Wij volgen Ordessa Porturieto. En dat gaat hier meteen mooi spannend beginnen. Het is een... nou, dat is gaaf. Je loopt eerst een klein stukje over de weg vanaf de camping. En dan krijg je dus meteen dit. Dus ik ga Brigitte eerst even helpen om hier naar beneden te komen. Want dit is een beetje glad door het water. Wat zei je? Het is een beetje glad geworden door het water. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Woe! Even weg. En nieuwe schoenen, hè? Nou, dit begint al goed, hè? Dus, klopt, hè? Nou, terwijl de route wordt geïnspecteerd. Hier is het ook glad, Brigitte. Ja. Handje, handje. Ruud zegt, je hebt de stokken niet nodig. Nee, dat dacht ik. Even rustig aan dit glibberige trapje. Ik zal even laten zien hoe dat gaat. Zo gaan wij dus dan het trapje af. Lammen, blinden, dat soort verhaal. En dan ga ik nu de camera weer omdraaien, want kijk, we lopen hier over een of ander roostertje. Zo. Die kleur van het water en het zonnetje gaat schijnen. Dit is wel een krentje in deze pot, zeg. Ik hoop niet dat het water al te luidruchtig is, maar de beelden zeggen dan genoeg. Kijken wat een apart bosje berkenbomen bij elkaar. Het is weer wennen, hè? Ja. Zo. De laatste keer was een wandelingetje bij ons in de buurt met Stef en Jannie. Ja. En we komen net uit 3 dagen stil op onze edele bibs zitten in de auto. En dan meteen klauteren. En
Het was eigenlijk een beetje de bedoeling dat als het zou passen dat we dit met Stef en Jannie zouden doen. Ja. Maar Jannie is ook aan haar ogen geholpen. En die is nu aan het herstellen. We hadden zoiets, ja, we gaan het toch doen. Want de periode dat je hier kunt lopen is tot en met september vanaf mei. En mei zijn wij meestal weer terug in de heimat. En je ziet ook, hè, dat het weer is nu al een beetje aan het omslaan. Ja. Dus, maar nu is het zonnetje eruit, hè, en dan voel je meteen de warmte, mensen. Heerlijk. Echt fantastisch. Ja. Nou, dit wandelingetje is goed aangegeven. Ja. Het is ook heel makkelijk te volgen via Komoot. Ja. Het is niet zo lang voor onze warming-up. Dus, lekker genieten. Oh, ik ga hem nu weer even omdraaien. Ja, want kijk, dat soort uitzichten zie je dan als je om je heen kijkt. Prachtig en afwisselend. We zijn helemaal via de andere kant omgelopen. We lopen nu over de uitgesleten rivierbedding. Even kijken, hier langs. Het is even een sprongetje. En dan zie je daar in de verte, nou ja, het is geen waterval. Maar het maakt wel de herrie daarvan. En dan zie je hoe prachtig dit riviertje is. Rio Ara. Moet je toch eens kijken. Kijk zo naar de bodem hier. En dan daar die, ja, zeg maar stroomversnelling, klein watervalletje. Een wannabe watervalletje. Ik wil ook eens even kijken of het water koud is of niet. Ik geloof de rotsen zijn een beetje glad. Even kijken, opsala. Mooi. Vol mee. Ik ga eens even kijken. Hij. Wat Brigitte het heeft overleefd. Oh, die is gewoon daar blijven staan. Oké, ik ga weer terug. Het water is super helder. Ja. Dat is zo van hier af zelfs, kun je de bodem zien. Cool. We zijn de Rio Ara weer overgestoken en we klimmen nu weer naar boven over een paadje richting Torla. Deze wandeling loopt door het dorpje. En even over deze wandeling, beste mensen. Zelfs deze korte wandeling is erg lastig als je slecht op been bent. Veel ongelijke stenen, paadjes, best wel klimmetjes. Nee, ik bedoel dat je van die grote stappen moet maken. Dus dan niet. Maar de omgeving, jongen, uniek, echt prachtig. En dan op deze wandeling vanuit Camping Ordesa kom je na iets meer dan 3 kilometer. In het dorpje Torla. Ziet er mooi uit. Toen we echt doorreden, leek het wel, ja, best wel toeristisch druk. Het is nu een doordeweekse dag. Even kijken. Nog. Of de meeste mensen zijn nog aan het wandelen. Of het is daadwerkelijk wat rustiger. Maar het ziet er rusticaal uit, zoals de Duitsers mooi zeggen. Nou, dat is dan Torla. En volgens Komoot moeten we deze trap gaan beklimmen. Ik dacht, we lopen het hele dorpje zo, maar nee hoor. Dus dit is
Heel onregelmatige treden, geweldig. Ik kom wel mijn huis uit. Dat merk je wel. Ja, hè? Kijk, daar is de toren. Je hoort nu onze beide ademhaling, mensen. Jongen, jongen. Dus ja. Even wennen. Die loopt gewoon de middeleeuwen in. Kijk nou. Als er geen elektriciteitsdraden waren geweest.